Bij de hulp des Heren gaan we dus luisteren naar zondag 44. En die ga ik ook met u lezen. Zondag 44, vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod? En dan heb je dus allereerst de bestrijding van de zondige begeerten. Luister maar. Dat ook de minste lust of gedachten tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. En dan komt die reine begeerte in het tweede gedeelte. Maar dat wij te alle tijd van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. En dan gaat het over die innerlijke strijd. 144. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomenlijk houden? Nee, zij. Maar ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel, deze gehoorzaamheid. Doch alzo, en dan komt het over die strijd, dat zij met een ernstig voornemen, met een hartelijk begeren betekent dat, met een oprecht verlangen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. En dan komt de toepassing. Waarom wordt nou elke zondag de wet gelezen? Waarom wordt nou elke keer gepreekt uit de wet en uit Gods geboden? Die vraag klinkt in 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk die 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? En dan zijn er 3 redenen. Ten eerste, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Dus je moet steeds kleiner, kleiner en kleiner worden voor God. Steeds in dat dal van ootmoed gebracht worden. Dat is het eerste. In de tweede plaats, des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. De heilige wet is er om je steeds te brengen aan de voet van het kruis. En tenslotte is er de wet, opdat wij zonder ophouden ons benaastigen, dat betekent ons inspannen, en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat er een einde komt aan die strijd, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Nou, ik hoop dat u onder het luisteren een verlangen krijgt om zo te mogen luisteren, dat dat nou ook in uw leven plaats mag vinden. We gaan ervan zingen met elkaar. Uit de 10 geboden, daarvan de laatste 2 versen. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Uw ziel zal als uw mond God eren en houden zijn getuigenis. En dat het alles mag uitlopen op het verlangen, och, of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. Voel je dat? We kunnen er niets van terecht brengen. En dat doet vluchten tot het kruis. En tegelijkertijd dat biddende verlangen waar vraag 115 van spreekt. Gun toch door het geloof in Christus de krachten om die te doen uit dankbaarheid. We gaan het met elkaar zingen. De 10 geboden, de versen 8 en 9.
Vreemde gemeente, met de hulp des Heren willen we dan stilstaan bij zondag 44. Die bepaalt ons bij het tiende gebod. Gij zult niet begeerten. En dan staan we in de eerste plaats stil bij de zondige begeerte. In de tweede plaats bij de reine begeerte. In de derde plaats bij de strijdende begeerten. Om dan met een toepassing uit vraag en antwoord 115 te eindigen. Liefde gemeenten, als het ware gaan wij nu aan het eind van de wet gekomen. Als het ware nog een stapje dieper dan bij al die andere geboden die we met elkaar hebben mogen behandelen. En naar de uitleg waarvan we met elkaar hebben mogen luisteren. Als het ware is dat tiende gebod een gebod wat doordringt tot in de uiterste schuilhoeken van ons hart. En heel concreet gezegd zou je het zo mogen formuleren. In dat tiende gebod zegt de Heere: u mag de zonden die ik in mijn wet verbied zelfs niet in uw gedachten doen opkomen. Zo diep daalt als het ware dat tiende gebod af in de diepste schuilhoeken van ons hart. En zo brengt onze catechismus het ook onder woorden. Moet je goed luisteren. Dat ook de minste lust of gedachten tegen enig gebod in het hart van ons nimmer meer opkomen. Dat wil dus zeggen, niet ene zondige gedachten en die ook nooit laten opkomen. Moet je gewoon even stil over mediteren. Dat God in dat tiende gebod van u en van jou en van mij vraagt, dat er nooit, niet ene gedachte die ingaat tegen Gods geboden uit mijn hart opkomt. En gemeente, nou moet u eens in stilte overdenken, hoeveel zondige begeerten zijn er al in uw hart opgekomen het laatste uur. Want ik ben bij mijn moeder vandaan gekomen, die woont hier vlak in de buurt, en hier naar dat kerkgebouw gereden. En als ik u dan zeg, in dat korte tijdpuntje, wat er allemaal al aan zondige gedachten in mijn hart zijn opgekomen. Is het bij u misschien beter? Ik hoop het. Maar ik vrees van niet. Voelt u de diepte? Als je daar nou eens even gewoon stil over nadenkt. Het zijn allemaal van die bekende uitleggingen. We hebben dat al zoveel keer gehoord over het tiende gebod. Misschien wel voor de 20e keer geluisterd naar de catechismus. Maar als je nou eens even zo'n zin proeft. Dat er niet de minste lust, niet een verlangen in je hart opkomt om tegen één van Gods geboden te zondigen en dat nooit in je hart laten opkomen. Wel, dan voel je wel de diepte en dan voel je wel dat we allemaal schuldig staan aan het gebod. En dan vraag je misschien, waarom zo ontdekkend? Waarom zo scherp geformuleerd? Wel, omdat God weet wat begeerten met ons doen. En laat ik dat proberen uit te leggen en probeer dan mee te denken en vraag of de Heer het je het ook wil laten zien en gevoelen onder het luisteren. Wat begeren doet. Wel, als ik het even in wat andere woorden zeg, zou je dat tiende gebod ook zo kunnen vertalen: je zult uw zinnen niet zetten op het naaste.
op iets dat van je naast is. Niet je zinnen erop zetten. Begeren is ergens je zinnen opzetten met het verlangen, dat wil ik. Begeren is dus niet zomaar iets onschuldigs hier van binnen. Maar begeren, dat is een verlangen om wat je begeert ook daadwerkelijk je eigen te maken. Dat het ook van jou wordt. Ik zal dat proberen wat duidelijk te maken hoe de Heere dat in zijn woord uitlegt. Wel, de Heere heeft beloofd dat als het volk van God hem dient, dan zegt de Heere, dan zal ik de volken voor uw aangezicht uit de bezittingen verdrijven, dan zal niemand uw land begeren. Dan denk je, ja, maar wat heb ik daaraan? Dat de vijand mijn land niet begeert, als ze me maar niet innemen, als ze maar niet tegen mij gaan strijden, dat ze het dan begeren, nou ja, dat moeten zij dan maar weten. Nee, hierin laat de Heer juist duidelijk zien dat het daarmee begint. Hij zegt, die vijanden die komen naar jullie land, niet zomaar, maar die komen naar jullie land toe omdat er in hun hart een begeerte is om jullie land te veroveren, om jullie bezittingen te stelen en jullie als slaven mee te nemen. Begrijp je het? Begrijp je het, jongen? Wat is nou begeren? Begeren, dat wil zeggen, ernaar kijken en bij jezelf zeggen, dat wil ik hebben. En vervolgens er alles aan doen om het ook daadwerkelijk te krijgen. Goed vasthouden. Dat is voor God begeren. God ziet dat alles zijn oorsprong vindt in de begeerten van het hart. Een tweede voorbeeld uit de profetie van Micha. En daar staat dat de rijken de akkers en de huizen van de armen begeren. En dan denk je weer, nou ja, dat moeten de rijken dan weten. Als ze mijn huis of mijn akker begeren, zolang ze het maar niet tot zich nemen. Maar dan staat er, en ze roven ze en nemen ze weg. Dus wat zie je, dat begeren van die rijken en die armen naar de bezittingen van die mensen, dat gebeurt ook daadwerkelijk. Ze roven het en ze nemen het weg. Dus de Heere laat hier duidelijk zien dat dat begeren de wortel is van alle kwaad. Van alle kwaad begint het met begeren. En misschien ga je het nu ook begrijpen dat de Heere de wet daarmee eindigt. Hij zegt niet alleen, je zult niet stelen, je zult geen leugen spreken, je zult geen overspel plegen. En dan eindigt de Heere, je zult niet begeren. En daarin laat de Heere zien, al die zonden, die beginnen hier in het hart met de begeerte. De Romeinse kerk die wil daar niet van weten. Die zegt, nee, begeren, dat is geen zonden. Zolang je het maar niet doet en met je hart niet aan die zonden toegeeft, is die zondige begeerte op zichzelf geen zonde. Maar Gods woord zegt het anders. Omdat God diep in je hart kijkt. En God weet, daar in je hart, daar beginnen de zonden met het begeren. En als nou de Heere met zijn Heilige Geest je hart verlicht en doordringt in dat zondige hart, dan ga je dat ook zien. Want dan zegt die dichter van Psalm 90, Mozes, gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Die heimelijke verborgen begeerte. Mag ik uw begeerten weten? Dan zegt, nou nee, dominee, liever niet. Liever niet. En als u het aan mij vraagt, dominee, wat dacht u dan allemaal in de auto, hierheen op weg? Wat dacht u toen allemaal? Dan schaam ik mij.
als ik dat tegen u zou moeten zeggen. Wat er hier allemaal aan zondige begeerten in het hart leeft. En dan ga je Mozes begrijpen. Gij stelt onze heimelijke begeerten in het aangezicht. En dan voel je wel dat je met al je vroomheid aan de buitenkant voor God niet kunt bestaan. En dat doet nou het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Die ontmaskert je. En die laat zien wie je werkelijk bent voor God, de Almachtige. En dan staan we vanavond, wie we ook zijn, of je nou dominee bent in je prachtige zwarte pak, of je bent een jongen die misschien in zijn spijkerbroek in de kerk zit. We zijn allemaal schuldenaars aan de overtreding van het tiende gebod. Wie kan het zeggen dat hij niet de minste lust heeft tegen één van Gods geboden en dat die begeerte nimmer meer in zijn hart opkomt? Daarom begrijp je die dichter ook wel. Maar heren, wie is de man die op nauwkeurig kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van die verborgen zonden hier diep in mijn hart, heren. Vergeef het alles wat ik aan zondige begeerte met mij meedraag. En daarom vraag het ook onder het luisteren. Heren, doe het mij zien dat mijn hart een spelonk van ongerechtigheden is. Mijn hart vol van zonden, vol van ongerechtigheden. Doorgrond en ken mijn hart, o Heren. Is hetgeen ik overdenk niet tot uw eer? Daar heb je het. Hij weet het, Heren, er is nog zoveel wat niet is tot uw eer. Heren, beproef me daarin en of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voelt. Hij is ervan overtuigd, zijn gemoed, zijn ziel, zijn hart. Heren, er kan nog zoveel kwaad, onbehoorlijke dingen in mijn hart leven. Die zondige begeerten. Heer, en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En geliefde gemeente, om er nog even wat dieper op in te gaan. Wat is nou dat karakter? Wat typeert nou die zondige begeerten in mijn hart? Wel, dan moeten we net als vanmorgen even terug daar waar alles begonnen is. En jullie weten het toch nog wel. Vanmorgen heb ik dat gezegd over de Satan. Dat hij kwam als een engel des lichts. In de gedaante van de slang. Dat intelligente dier. En wat zei hij dan? Wel, zei hij tegen Eva. Als je nou van die boom eet. Die boom des kennis, des goeds en des kwaads. Dan zul je als God zijn. En dan moet je goed letten. Wat staat er dan? En zij keek naar die boom. En ze zag dat het eten van die vrucht begeerlijk was. Om verstandig te maken. Daar kwam een begeerte in haar hart. Om wat? Om als God te zijn. Die begeerte ontsprong in haar hart. Gewekt mede door het bedrog van de duivel. Dan zul je nog heerlijker positie hebben. Dan zul je aan God gelijk zijn. En die begeerte wekte hij in haar hart. En die begeerte, die zondige begeerte, die typeert nou al die zondige begeerten die wij van Eva en van Adam geërfd hebben. Dat hoogmoedige, goddeloze, altijd maar streven naar je eigen ik, altijd maar willen zijn als God. Wie wil dat eigenlijk niet? Dat alles aan jou onderworpen is, dat alles van jou is, dat je alles kunt, dat je alles kan regeren. En dan moet je maar eens letten. Een van de mensen waarin je dat zo duidelijk kan zien,
is de Chinese president. Ik zie, in die man zie je nou dat verlangen, dat heel de wereld aan hem onderworpen is. Dat verlangen heeft die man. En dat leeft ten diepste ook in ons aller hart. En Paulus schrijft het dan ook heel scherp. Het verderf is in de wereld gekomen door de begeerlijkheid. Door te begeren meer dan we van God gekregen hebben. Altijd tegen God in. En daarom, dat begeren van Eva is een duivels begeren. En dat is het karakter van ons begeren. Altijd begeren. Tegen God in. Luister maar. Laten we maar eens een paar voorbeelden uit de Bijbel. Dan zie je dat het begeren altijd tegen God ingaat. Luister maar. Israël begeerde in de woestijn eten naar hun lust in plaats van wat de Heere schonk. De Heere begenade ze met fris en helder water. De Heere gaf ze elke dag hemels manna, maar ze wilden meer dan wat God hun gaf. Ze wilden vlees, ze wilden allerlei specerijen, kruiden eten. Wat God gaf, dat was niet genoeg. Moet je goed over nadenken. Bent u tevreden met wat God u geeft? Jongens, bent u er ook mee tevreden? Moest luisteren. Israël begeerde een koning. God zegt, ik ben jullie koning. Nee, wij willen, net als de heidense volken, een eigen koning tegen God. Die koning is onze eigen koning. Koning Rehabeam begeerde een veelheid van vrouwen. Hij had niet genoeg aan één vrouw. Maar hij begeerde veel vrouwen. Wat leeft er in ons hart? Hij gaat het niet alleen over een man. Ook over een vrouw kan meerdere mannen begeren. Is dat niet iets wat onze tijd zo ontzettend typeert? Die overspelige, pornografische verlangens. Wat zegt Salomo? De ziel van de goddeloze begeert het kwaad. Dat is het. Wat die zondige begeerte zo karakteriseert. Het is altijd het kwade. De rijken begeren de akkers en de huizen. Altijd meer. Wees eens eerlijk. Als je niet langs al die kapitale huizen rijdt. Denk je dan ook niet eens. Nou ja. Wil het allemaal zo klein en benauwd. Ik wil ook wel zo'n groot huis. Of als je hier zo langs het water het kanaal rijdt. En je ziet al die boten varen. De prachtige schepen. Denk ik, wou toch eigenlijk ook wel zo'n schip hebben. De luiaard begeert veel bezittingen. Maar zonder dat hij ervoor werkt. Ja, we willen allemaal wel slagen op school, niet waar, zonder er iets voor te doen. We begeren wel een diploma, maar niet de arbeid. De fariseeën begeren van Jezus een teken uit de hemel. Ze geloven niet wat hij zegt, hij moet het bewijzen met een teken uit de hemel. De schare begeert Barabbas in plaats van Jezus. Moet ik nog meer begeerten noemen? Luister maar wat er staat. Het volk begeert een prediking van zachte dingen, vrede. Vrede en geen gevaar. Moet je ook over nadenken. Wat hoor je deze tijd? De mensen surfen wat af over het internet. Nou, die dominee staat me niet zo aan die vandaag komt. Weet je wat? We kijken even verder wat er nog meer te luisteren is. De godsdienstige mens begeert een prediking naar het vlees en zoekt predikers. Zo zegt de apostel, naar hun eigen begeerte. Die hen opbouwen en niet afbreken. Die de mensen, wat ze vroeger wel eens zeiden,
zacht behandelen. Die ze niet eerlijk de waarheid zeggen. Wat aangenaam. Wat fijn. Daar in de kerk. En zo begeren wij altijd tegen Gods wil in. En als je nou zo een enkele van die voorbeelden uit de Bijbel zo aan jezelf voorbij ziet komen. En je legt je eigen leven erna. Dan moet je zeggen, ja, dat geldt nu ook van mij. En dat is wat apostel Paulus zo indringend opwijst, onder de welken ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheid van ons vlees, doende de wil des vleeses en der gedachten. Dat is nou, zegt Paulus, uw en mijn leven voordat wij tot God bekeerd zijn. Dan leven wij naar de begeerte van ons zondige vlees. En wij doen de wil van dat vlees. En de gedachten. Dus niet alleen het doen, maar ook die gedachten die leven in ons hart. En als de apostel dan ons leven typeert, dan zegt hij, je bent onwijs, ongehoorzaam. En dan komt het dwalend naar de vele begeerlijkheid die je dient. Dat is de werkelijkheid. En geliefde gemeenten, u zegt, ja dominee, waarom gaat u daar nou zo uitgebreid op in? Wel hierom, opdat je het vanavond zal zien, dat nou al die begeerlijkheden je bekering in de weg staan. Weet je het nog? Dat ik dat vanmorgen aan u vroeg, aan jou vroeg. Waarom ben je nou niet bekeerd? Waarom ben je nou nog onbekeerd? Moet je eens luisteren. Wat de Heer Jezus zegt. Als dat zaad van het woord valt. En het valt daar in die struiken. Tussen die doornen. Dan wordt het verstikt. En wat is dat? Moet je goed luisteren hoor. En de zorgvuldigheden van deze wereld. En de verleidingen van de rijkdom. En dan komt het. En de begeerlijkheden omtrent de andere dingen. Inkomende verstikt het woord. En het wordt onvruchtbaar. Daarom ben je nog onbekeerd. Omdat je nog leeft naar de begeerte van je hart. En die begeerte naar de zonden. Die zijn zo sterk. Dat het woord van God op die zondige begeerte afketst. Dat je zegt, nee, ik wil niet komen in de armen van de Heere. Want dan moet ik mij radicaal bekeren van al die zondige begeerten. En die zondige begeerten, die koester ik. Die heb ik lief. Die wil ik niet loslaten. En daarom, als dat zaad dan gestrooid wordt en de prediking is nodigend, welmenend, ernstig, komt herwaarts tot mij. Dan komen wij niet, omdat we verstrikt zitten in de begeerten van ons goddeloze hart. Ga je het zien? Die bijzondere plaats van dat tiende gebod. Zie je de diepte ervan? Voel je de verschrikkelijke gevolgen van dat Eva begeerde om als God te zijn? En dat je het nu vanavond ziet, dat God er door zijn lieve geest zijn ogen voor opent. Want, jonge mensen, ik heb echt gevraagd of jullie ook vanavond mogen luisteren. Want die begeerten, die worden nou nooit vervuld. Want die begeerten, die zondige begeerten, die vragen altijd naar meer. Laat ik maar een heel eenvoudig voorbeeld nemen. En die jonge mensen, ik hoop dat je het niet meemaakt. Maar veel hebben het er misschien wel meegemaakt. Als je jong bent. Dan zeggen ze tegen, joh, steek eens één sigaretje op. Is lekker, stoer of wat dan ook. Nou, zo is het met de zonden ook. Dan krijg je er smaak van. En als je er smaak van krijgt, wil je er steeds meer van hebben.
dan is het nooit genoeg. De zonden hebben een verslavend karakter. En de duivel wekt die begeerte steeds meer en meer op. Je kunt wel eens medelijden hebben met een drugsverslaafde. Die man zit zo in de begeerte naar drugs dat hij weet, ik ga eraan dood en toch gebruik ik het. Nou, zo is het ook met de zonden. De zondige begeerten. Je weet, ik ga eraan sterven en ik ga voor eeuwen verloren. Dat weet ik. En toch, en toch, en toch houd ik eraan vast. Zo sterk is dat begeren naar de zonde. Voel je het? Ervaar je het? O, dat je dan vragen mag. Heere, verlos mij van mijn begeerte. Want daarom, uit die begeerten van mijn zonde gaat, komen nou al die zonden voor. Was reinig mij hier van binnen, Heer. Niet aan de buitenkant. Maar ik moet van binnen gereinigd, vernieuwd, radicaal bekeerd worden. En dat is de boodschap van het tiende gebod. En ik hoop, geliefden, dat dat krachtige woord uw hart mag raken. En dat je het zien mag dat die begeerte niet vervuld wordt. Luister maar naar wat Salomo zegt. Al de arbeid des mensen is voor zijn mond. Nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. Niet vervuld. Hoor je het, jonge mensen? Laat je niet meeslepen door de begeerlijkheden van deze wereld. Want het is nooit genoeg. Je wilt altijd meer. En uiteindelijk in dat jagen naar meer ga je voor eeuwig omkomen. En dan moet je maar eens luisteren wat het grote gevaar is. Moet je goed overdenken. Dat als je blijft begeren tegen God en tegen Gods wil in, dan kan er een moment komen dat God je overgeeft in je begeerlijkheden. Dan vallen alle remmen weg en dan leef je je helemaal uit in de zonden. Hoor maar, daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid. En als er één tijd is, en ik hoop er straks nog even op terug te komen. En als er één tijd is waarin God de mensen losgelaten heeft in Nederland, dan is het vandaag. God heeft al heel veel mensen losgelaten en overgegeven aan de begeerlijkheden van hun goddeloze hart. En ik hoop, gemeenten, dat je het met droefheid gelezen hebt. Maar dan zie je tot in de hoogste kringen wat er leeft onder dat mooie pak van een advocaat. De onreinheid overgegeven om zelfs jonge jongens te verleiden tot seks met een man. En dat is de tijd waarin wij leven. God heeft ons volk overgegeven naar onze begeerlijkheden. Tot in de hoogste kringen, tot in de Tweede Kamer toe. Regeren in ons land mensen die door God losgelaten zijn en overgegeven aan de begeerlijkheden. Je huivert ervan en zegt, o God, geef mij niet over aan de begeerlijkheden van mijn goddeloze hart. Ben je er zelfs bang voor? Als God je niet weerhoudt en dat beest losbreekt van je goddeloze begeerte, wat zou er van ons worden? En geliefde gemeenten, ik zei het en laat ik het gelijk maar zeggen. Ik geloof dat wij
leven in het laatste der dagen. Ja, dominee, dat denk ik soms ook wel eens. Als ik denk aan de corona en alles wat ermee gaande is. En dat bedoel ik juist niet. Hoewel ik dat ook zo zie, dat ben ik wel met u eens. En dat we horen van geruchten, van oorlogen en pestilentiën, dat is allemaal waar. Maar nou moet je eens goed opluisteren. Wat is een kenmerk van de laatste dingen? Wat zegt Petrus? Dit eerst wetende, dat in de laatste dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dat is een kenmerk van de eindtijd. Wat ik zo even al zei over die man uit de Tweede Kamer. Dat is nou een beeld en een teken dat God bezig is om weder te komen. En hij laat Nederland los en zegt, doen jullie maar naar de dwaasheid van je hart. Want geliefde gemeente, wat een tijd beleven wij. Ik hoop dat je allemaal het RD leest. En ik maak er geen reclame voor. Maar het is nodig dat je ziet de tijdgeest. Heb je het gelezen? Afgelopen zaterdag. Over wat er gaande is. Je mag straks niet meer in de klas vertellen. Mijn lieve moeder. Mag je niet meer zeggen, want je hebt geen moeder. Net alleen maar ouders. Je mag niet meer zeggen, ik heb een broertje. Want je weet helemaal niet of het een jongetje is of een meisje. Wij gaan verschrikkelijke tijden beleven. De antichrist maakt zich op om alles van God teniet te doen. Dachten wij met het homohuwelijk, nu is het een einde gekomen. Nu zullen de liberalen wel niets meer te wensen hebben. Nu hebben ze het christelijk huwelijk weggedragen. Maar het wordt al goddelozer. Al erger. De mens is overgegeven naar de begeerlijkheden. Moet je eens lezen wat er in Amerika gebeurt. Onder president Biden. Dat is een man die wil alles afbreken. En hij komt als een engel des lichts. Want hij doet alsof hij ook nog enigszins godsdienstig is. Maar het is een verschrikkelijke man. Met een verschrikkelijke programma. Bevorderen van abortus. Maar ook het bevorderen van de genderideologie. Het bevorderen van transgender. Enzovoort, enzovoort. En niet willen luisteren. En God schiep man en vrouw. Dat is nou waar het hier over gaat in Gods woord. Het is ons allemaal voorzegd. De mens der zonden. De weerhouder. Het wordt steeds minder. En God zegt, leef het dan maar uit. Maar we mogen wel beven. Voor onze kinderen. Onze kleinkinderen. Als deze dingen al meer werkelijkheid worden. En al degenen. Die het opnemen. Voor God en zijn woord. Daar zal geen plaats meer zijn. Ik las het pas nog. Aan een universiteit in Engeland. Professor in de biologie. Die zei tegen de mensen, laten we wel nuchter blijven. Een jongetje is toch een jongetje en een meisje is een meisje. Je geslacht wordt tot biologisch bepaald. Hij mocht geen functie aan de universiteit meer bekleden. Als je deze dingen, die toch voor ons zo normaal zijn, nog zegt, dan tel je al niet meer mee. Dat is de ontzettende werkelijkheid. En God zegt, wandel dan maar naar de begeerlijkheden van je hart. En dan zie je allemaal in onze tijd wat dat betekent. Geliefde, ik zou er nog veel over willen zeggen, maar we moeten verder. We moeten verder naar onze tweede gedachte. Maar wees waakzaam. Zie wat er aan de hand is. En vraag, Heere, bekeer mij. Want ik ben geen haar beter dan dat Tweede Kamerlid. Ik ben geen haar beter dan president Biden. En wat er bij Xi Jinping leeft, leeft ook in mijn hart.
zondige begeerten. En daarom is het nodig dat er in ons hart komen reine begeerten. Dat wij door Christus worden vrijgemaakt van die zondige begeerten, zoals de tekst ons leert: indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Wij moeten worden bevrijd van die zondige begeerten. Daar moeten wij uit verlost worden. Die banden moeten doorgebroken worden. Heere, bekeer mij radicaal. En radicaal, dat komt uit het Latijn, en daar zit het woord radix in, dat betekent wortel. Een radicale bekering, dat is een bekering waarin je veranderd wordt doordat de wortel weggenomen wordt. Wij zijn mensen die snoeien alleen maar wat aan de buitenkant. Maar een radicale bekering betekent dat God je eruit trekt met wortel en al. En dat hij dat nieuwe leven daarvoor in de plaats geeft. Zodat je reine begeerte krijgt. Wat is het eerste wat er gebeurt als God Saulus van Tarsen bekeert? Dan is het eerste wat hij zegt: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar heb je een reine begeerte die uit dat vernieuwde hart van Saulus opkomt. Als God in het leven komt, dan gaat hij radicaal bekeren. En dan gaat hij radicaal een zondaar vernieuwen. En dan wordt dat het verlangen van het hart. Om nu niet meer te leven naar de zondige begeerten. Naar de goederen van je eigen hart. Maar dan wordt er een verlangen geboren. Om nou heilig en rein voor de Heere te leven. Moet je maar eens luisteren wat de dichter zingt. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen, mijn liefde ijver brandt, ik draag uw heilige wet, dien gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Dan ga je verlangen om die wet van de Heere, om daar nou naar te leven. Dat verlangen wordt er dan. Heere, ik wil zo graag doen wat u wil. Heere, laat mijn wil in overeenstemming zijn met uw heilige wil. Denk maar eens aan Rut. Wat leeft er in het hart van Rut? Wel het verlangen om met Naomi mee te gaan. Dan heb je dat nieuwe leven. Uw volk is mijn volk. Uw God, mijn God. Dat is het verlangen. Dat is het nieuwe leven in haar hart. Om met de Heere te leven. Om met zijn volk samen te leven. Wil je nog meer van die reine begeerten? Wel, luister. Ik heb een begeerte, zegt David, tot uw bevelen. Hij krijgt een hartelijke liefde tot de geboden van de Heere. Daar krijgt hij smaak in. Daar krijgt hij zin in. Om God nou te bedoelen. Om de naaste liefde te hebben. Om dienstbaar te zijn. Om eenvoudig te mogen leven. Om de leugen te haten en trouw te zijn. Trouw in het huwelijk, trouw aan vrienden, bidden voor vijanden. Dat wordt het nieuwe verlangen. En dat kenmerkt zich door wat David ook zegt. Dan krijg je een verlangen om heel dicht bij de Heere te zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Moet je even over nadenken. Eén ding heb ik van de Heeren begeerd, en dat is dat ik in zijn huis mag zijn. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig u bewoog, uw lieflijkheid, uw liefdedienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Jongens, dan wil je niks liever. En misschien zeg je, dat kan ik nog niet begrijpen. Maar dan wil je toch
nergens liever zijn dan waar de Heer is en waar zijn woord verkondigd is. En is het aangrijpend dat er zoveel mensen in deze tijd met corona zeggen, ik blijf maar liever thuis. Nou kent God hun hart. Of dat uit een oprechte vrees is. Maar ik ben zo bang dat het vaak zo anders is. Dat we dat steeds meer kwijt gaan raken. Ook in deze tijd. Ja, maar je kunt toch ook thuis luisteren. Je kunt het zelfs ook zien. Gods kind zegt nee. En als die thuis moet blijven, dan is dat met smart. Dan is het net als met David in Psalm 42. Dan verlangt hij gelijk een hert schreeuwt naar de waterstroom. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Wanneer mag ik weer ingaan in uw voorhoven? Heb je dat verlangen? Dat reine verlangen. Vroeger wilde je dat niet, maar nu wil je het wel. Dat nieuwe verlangen om daar te zijn waar ik Christus mag zien. Hem aanschouwen. Zijn stem mag horen. Om samen met de kinderen Gods te zingen, samen te bidden, een gave te geven aan de armen. Dat is Gods huis, dat is een liefdedienst. Dat is de plaats waar God is en spreekt. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Daar wil je toch niet thuis blijven. Mag ik eens vragen aan allen die meeluisteren en thuis blijven. Hoe bent u thuis? Met een brandend verlangen. Wanneer mag ik weer naar Gods huis? Of zegt u bij uzelf, nou ik vind het wel lekker hoor hier. Kopje koffie erbij. En straks als amen klinkt zet ik het al uit. Want dat bidden en dat zingen hoef ik niet te horen. Zitten we zo tegenwoordig thuis. Voelt u hoe anders het wordt. Als de Heere die reine begeerde gaat werken. Ga je verlangen. Hoe branden mijn genegenheden? Daar heb je dat verlangen. Dat heilige verlangen. Om met Gods volk op te gaan. Naar Gods huis. Om de Heere te ontmoeten. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen, God zij mij uw huis. En tempelzangen. Hoe verlang je dan? Zegt apostel Petrus. Als nieuwgeboren kinderen. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, omdat gij door dezelfde mogen opwassen. Dat is de verkondiging van het woord, om daarin te mogen toenemen in de kennis van de Heer Jezus Christus. Om nou hem te mogen ontmoeten. Dat is dat verlangen. Dat nieuwe verlangen is ook een verlangen. Om een leesbare brief van Christus te mogen zijn. Om oprecht te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En dan is die vraag, waarom moeten wij nog goede werken doen? Om door onze godzalige wandel onze naaste voor Christus te winnen. Dat is ook zo'n reine begeerte uit dat nieuwe hart. Om mensen voor Christus te mogen winnen. Je krijgt ook een verlangen om samen Gods kinderen te mogen ontmoeten. Paulus zegt dat ik ben zeer begeerig om u te mogen ontmoeten. Hoe hij verlangt om samen met hen te spreken over de Heere. En wat is ook een verlangen? Wat nou ook zo'n nieuw verlangen? Wel, dat is om naar huis te mogen. Om te bidden, kom Heer Jezus. Ja, kom haastelijk. En de bruid en de bruidegom. Zeggen met de geest, door de geest, kom. Dan verlang je zo naar dat volmaakte huwelijk. Omdat het hier op aarde nog zo onvolkomen is. Dat is ook die derde gedachte die ik alleen maar even aanstip. Want ik draag nog die oude mens in mij om. En daarom is er een gedurende strijd in mij. Dan is dat verlangen om heilig te leven. Maar dat betekent tegelijkertijd dat ik die oude mens moet kruisigen. En die oude mens die doet niets anders dan worstelen. Die wil niet gekruisigd worden. Die wil niet gedood worden. Die wil niet sterven. Moet je maar eens lezen.
Hoe prachtig Bunyan dat beschrijft in de Heilige Oorlog. Als prins Immanuel de stad Mensiel heeft ingenomen, dan krijgen zij de opdracht om al die begeerten te kruisigen. En dat verlangen is er in haar mensenziel. En ze gaan al die begeerten grijpen en al die zonden vastpakken om ze te kruisigen. Maar wat een geschreeuw en wat een wederstreven. En die lijken te ontsnappen. Stad Mensiel kan met haar handen die zonden niet gekruisigd krijgen. En dan staat er zo mooi dat op hun handen een andere hand komt. En dat is de hand van de Heilige Geest. En door de kracht van die Heilige Geest kunnen zij die zondige begeertes kruisigen. Door de kracht van de Heilige Geest. En zo is er in het leven van al Gods kinderen die inwendige strijd. Die strijd om die zondige begeerten te doden. Omdat ze weten dat vanuit die zondige begeerte de zondige daad voortvloeit. En daarom wil ze met wortel en tak die zonden uitroeien die daar in hun hart steeds weer als onkruid opschieten. En daarom is daar die strijd op leven en dood. En daarom is het ook de roeping van de getrouwe dienaren van het woord om die zonden ook aan te wijzen. Omdat ze ook ziende wat er in hun hart leeft. Zich voor God te verootmoedigen. Want als wij gezien hebben wat het Christus gekost heeft om ons te verlossen. En wij zien nog wat er in ons hart overgebleven is. Maak je dat niet klein. Zegt Heere, u hebt alles gegeven om mij te verlossen. Maar ik breng er nog zo weinig van terecht. Van dat heilige leven voor u. Heren, dat maakt me zo beschroomd. Als ik zie wat er in mijn hart nog overgebleven is. Och Heren, wie ben ik dan voor u? En als we die zondige begeerte in ons hart weer zien en beleven. Dan brengt dat op de knieën. Aan de voet van het kruis. Heere, verzoen. Verzoen al mijn zonden. Heere, vergeef al wat ik misdreven heb. Ook al ziet niemand het aan de buitenkant. Maar u weet wat er van binnen leeft. Dan neem je de toevlucht tot het kruis van Christus. En in die weg van verootmoediging. En in die weg van de toevlucht nemen naar het kruis. Mag je opwassen. Om nou meer en meer aan dat beeld van Christus gelijkvormig te worden. En daar is dat diepe verlangen. Om straks volmaakt hem te kennen. Geliefden. We moeten eindigen. Maar dan moet ik nog één ding zeggen. En dat is heel aangrijpend. Maar ik moet het wel zeggen. En dat is dit. Dat als je blijft leven naar het goeddunken van je eigen hart. En je denkt dat elke keer die begeerten vervuld worden. En dat je krijgt wat je hebben wil. Dan komt er één dag. Dat er één begeerte niet vervuld zal worden. En als je dat leest. Dan huiver je. En welke begeerte is dat? Wel dat op de dag van de wederkomst, als je graf geopend wordt en je staat op en je weet het, nu komt de dag van het grote oordeel. Wat begeer je dan? Wat verlang je dan? Bergen valt op mij, heuvelen bedekt mij, want de grote dag des Heren is gekomen en dan staat het er letterlijk zo dat je zult begeren te sterven. Luister maar, moet je echt goed luisteren. Het laatste wat de Heren zegt
in deze preek aan het einde van de behandeling van de wet. Behandeling en gij zult niet begeren. En in die dag zullen de mensen de dood zoeken en zullen die niet vinden. En zij zullen begeren te sterven en de dood zal vliegen. Dus dan komt er een dag dat je begeren zal, verlangen zal om te sterven, om God niet te hoeven ontmoeten, om niet naar de hel te hoeven. Maar dan zul je dat niet ontvangen. En de dood zal van je wijken. En zult eeuwig omkomen in de plaats die je niet begeerd hebt. Maar die de gevolgen zijn. Omdat je hier niet wilde breken. Met je zondige begeerten. Geliefde gemeente, mag ik nog één keer zeggen. Breek nou toch. Met je zondige begeerten. God zegt het. Ik breid mijn armen nog één keer tot je uit. Vanavond. Ik klop nog één keer op je deur. Ik zeg nog één keer, bekeer je tot mij. Kom tot mij. Die vermoeid en beladen zijt. Van je strijd tegen je zondige begeerten. Die in eigen kracht niet kunt overwinnen. Kom, vermoeide ziel, kom, en ik zal u aannemen. Amen. Eindigen met gebed. Heren, we hebben er maar iets van kunnen zeggen. Van dat tiende, dat laatste. Dat diepe gebod wat afdaalt tot de diepste schuilhoeken van ons hart. Heere, u legt ons hart open. We hebben er vanavond ingezien wat er leeft in dat hart. Begeerten van opstand tegen u. En er is maar één ding nodig. Radicale bekering. Opdat u door uw lieve geest reine begeerte werkt. En als dat niet gebeurt, Heer. Dan komt er een dag dat we zullen begeren te sterven, maar de dood zal van ons vlieden. We zullen eeuwig omkomen en we zullen eeuwig uitroepen, had ik mij maar bekeerd, had ik maar geleerd om die zondige begeerten te doden door de kracht des geestes, maar ik wilde niet. Ik wilde niet. Ik wilde niet. O, wat zal dat zijn, Heere? Bekeer nog wat onbekeerd is. En doe uw kerk opwassen in de kennis van u, o Heere Jezus Christus. En dat ze in die liefde die oude mens mogen kruisen. Door de kracht des geestes. Om nou u meer en meer gelijkvormig te worden. Heere, zo dragen wij deze gemeente hartelijk aan u op. Woon en werk in haar midden. Verzoen al de zonden, Heere, die er ook aan deze prediking gekleefd hebben. Vergeeft u ze uit genade. Ga zo met een ieder mee. Wij bidden u dat om Christus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, we gaan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 105. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 105. En daarvan het derde vers. En daar zingt de dichter. Vraag toch naar de Heere en zijne sterkte. Niet in eigen kracht. Vraag naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht.
Liefde gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.